Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. Ja, goed met je, Walter en Jan. Ja, super, daar zitten we weer. Ja, onvoorstelbaar. Het is al wat indaald natuurlijk. Hè? Ja. Draait nou week weer. Dat komt vertrouwd voor van de eerste weken. Ja. Maar het is een prachtig 14 dagen. Het begint al lekker sterk in de Grauw. De eerste oorloeren kon je hem lekker zielen. En dan nou dikke bakken wetter. Ja. Ja. Je bent al over de finish. Nou, we winnen in de tienje volgens mij. Ik noem de klep niet. Ik dacht net dat we nog een slag bij de pier bij Wikner mee langs geweest. Ik vind dat het meestal nog ziet. Maar je kon het ook net eens met Chessa Gries wie in één keer. Klopt. Dus nee, dat weet ik gelukkig krijg lang genoeg van de wedstrijd. Ja. Maar die twee valse starten voor. Ja. En ja, dat is natuurlijk een super start. Hè? Zowel voor het kampioenschap als voor Ruus gewoon de eerste 0,9 in de pocket. Ja. En dan Jennewaard en Veenhoop weer echt trof. Hoe soer is dat? Ja, dat is hartstikke soer. Je wil zielen. Je bent met het spul compleet. Je hebt het spul de kleer goed vallen. Je hebt Lotting hoor, je ring rauw vreet die omberen gezellig. En dan ben je de kleer voor. En het ben op zich wedstrijden op zich. Hè. Het is heel oorzien. Ja. Ja. Maar je hebt er wel helemaal bij. En dat is hartstikke jammer. Het koe ik echt net. Wie echt winkracht. Nou. Vief en de Peer die had alleen nog proberen. Maar ja, je komt achter die BM wel. En als dan ik niet in je chin komt en dan die in de meer tsa en de oren jocht op en dan was het net weten wat er dan gebeuren kan. Dus nee, het koe echt net, het waarde gewoon te hard. Te gevaarlijk. Te gevaarlijk. Ja. Jan, hoe is je stoppen eerste week weer om? Ja, nou ja, dat is een eerste week is altijd even een oud tasten en zo wat in. Hè. En dat sjoost ik weer om in. De gretigheid die men dan hier zeg maar ik in het starten en zo wat heen, omdat er net één keer vals starten nee. maar op meerdere wedstrijden dat valse starten hier is. Dus ik zei ja, dus de koers op een gegeven moment wel onkomen zijn hier, dat er vals starten waren, want dan koers ik lees in de regel lezen wij van Tonsje van oranje boei naar oranje boei en dan kerst het zijn. Ja, ik denk dat komt nooit goed. Nou ja, dan is de strijd aan letter, dan komt die rode bal die komt weer in het band te hangen. En dan kan je weer hoe naar. Ja, is dat maar, Egbert van Jem, die felheid om goed te starten met z'n allen? Alle ja, nou ja, het twee kanten. Natuurlijk is het gretigheid. Aan de andere kant, die startlijn die met de jocht in is, jocht op de wien. Nou ja, soms is het wel heel duidelijk door die variabele win ik, die we vooral die eerste weken hier, dat het toch in een boei wel heel goed. En daar word je dan misschien al een dagelijk hinnen. Ja, en dan word ik zo 12-3 uur in het drukt. Ja. Dus het is van deel gretigheid, maar van deel het ik was wat te maakt. Maar ja, op de wien. Oh. Of eerst denk je van, nou, ken hem krek onderschillen en ineens bleek het makkelijk te kennen. En ja, dan ben je er zat dichtbij. Ja. Nou, het is vanzelf, ik krek van waar worst starten. Ja. En waar komst vaak is het dan zijn in de midden, maar ik zo net van. Sommigen die zie ik het zo heet mogelijk op bij de heegste starttonnen. Zeg maar heel vaak in de midden, dan heeft wat meer kaar heeft. Maar als dan meerdere scootjes hebben die dan ik dan weer onder die draaien, ja, dan is het heeg. En dan kegelkoor ik dan mooi machinaal door de startlijnen drukken. Ja. Dus dan krijg ik die situatie. Ja. Dan de eerste wedstrijd, op de eerste week, de eerste wedstrijd in Terhinnen. Hoe is je sterrenbron? Ja, die was prachtig. Ja. Dat was echt geweldig en dat was echt wedstrijd zien. We zijn nou, van mij een heel soort in duel geweest. Ik omdat de start die weer, nou, wat aan de meer veilige kant. Ik weet het niet, de tweede of de derde weer. En gedrachten ben we mooi in duel geweest. Jouwen volgens mij nog. Maar van mij had de size line of zo, we hebben 12 uur. Dus en dat was hier de vorige week al. Ja. Ik heb terrein een prachtige street. Dat weet dit hier ik weer. Prachtige markt, prachtige win. Merk staan al in het team. Dat is lekker. Ja, maar dat zien we het hele hier wel. He, maar ik ben die nieuwe jongens erbij. Nee, tussen aanhalingstekens natuurlijk. He, want waard hier een C-onervaring. Nou, Romant had ik al een IRS-cash en IFK's. Nou en Frits, die weet ik wel hoe je scherp wezen moet in een wedstrijd natuurlijk. Moet je een ijshockey achtergroen. Ja. Ja. Dus, qua team zit ik daar net doorheen. Nee. Ja, dus dat is gewoon altijd scherp. En in de bouw vaak nog wat scherper dan in het wasseizoen. Ja. Janus, je is aan de eerste week en dan gaan we naar Starum. Mooi is weer een sprongetje. Ja. Ja. Fantastisch daar. Ja, nou ja. Mooi waar ik eerst al niet kan treffen. Soort publiek.
hoe verder is dat dan, ik, nou ja, zat ze de CCC op die eerst, hoe meer weegt dat er op een gegeven moment ik stier komt, maar het weer gewoon heel mooi en dan als het maar een spreader en een gate zielsteren dan en dan kan elke niet een keer zijn kaart en maatje en dat is wel het mooie als er rond de herst, ja. Om die dat te dwaas is, zeg maar. Ja. Dus ja, die wind dan wat omgeert en omdat er wat wispelturen wordt, ja, dan is er soms maar één kant geweest wat er bij eerst is en de rest alleen maar vliegers. Maar ja, dat is, daar zit street volop, ja. Zit er op een gegeven moment in. En van voor naar achter, en ja, dat is juist de koers als het een goede start heeft en de belangst eruit, dan kan je die eigen gang gaan. Ja. Wat is voor jou de mooiste route dan op zo'n groot weather? Ja, bestaan. Die gate is super. Die is van mij in het proloog weekend zelf net als Dixiel. En ja, nou ik. En toevallig voor u pakt het goed uit dat we van 4 uur in één keer naar één gingen. Ja. En Jan zou het weer super waren om 1 uur rond het, nadat het heerzen. Ja, in ieder geval jou weer in 1 uur. Ja. En daarna je hartstikke mooi zin is die waar. En ja. De windkracht die nam elke omloop kwam er een beetje bij. Elke keer een beetje bij. Ja. Oh, dat was prachtig. En echt mooi, en net te volle. Je best nog wat meer steen kennen natuurlijk, maar het wie prachtig is, prachtig zielwaarde, die echt reclame van het ziel op staan. Ja, ja, ja. Ik vind het een prachtig mooi beeld via de drone, hè? Onvoorstelbaar. Nou, dus, ja. Ja. Had je de stand dan in de eerste week, hè? Ja, steen er heerlijk voor. Ja, Jan had het briefje, hè? Jan had het briefje elke keer, maar ik heb nooit een briefje. Ja, nee, maar goed. Nee, maar voor mij hinden we 4 de minste op Eerlehuizen. Ja, Eerlehuizen weer 4 mensen. En wat ik in de eerste week een hele mooie street vond, en de KMM krijgt 20 centimeter te kwaad. Dat weer met Jereveen, en belangbaar, dat waren hem te kwaad. Jereveen die kon hem krijgen, hè, want je kwam aardig weer waarom. En wat ik door die winstgifting en zo wat hen zei, nou grauwpakken ze nooit weer. Nou door die winstgifting en kreeg op een gegeven moment een hele verhoring in het veld. En als dan nog zo'n finish krijgt, ja dat is voor het publiek natuurlijk, dat ik hartstikke mooi. Nou dat waren te wat. Nee, dus klopt. En dan die 5 van de hele huizen, nou. En dan krijg je daar in. Nou ja, dat is natuurlijk dan de 6e en eerste weekendeel. Is 5 die minste outrek. Nou ja, alleen maar een keer 4 punten. Ja. Ja, en door wie er nog 2 scootjes op een gegeven moment die het nog onder het zien houden lukken in, dat het heel lang waren en grauw. En de rest die zit al het zien als heger. Ja. Wie is dat, Heerenveen? Nee, Heerenveen niet. Nee, langbaar. Ja. Je Heerenveen die nee, die 14 dat rondgaan. Ja. Ja. Dan wat zijn dan tease de inhaalwedstrijd? Ja, dan gaat het ik gewoon speer. Ja, dat ben je echt net te veel. Dat ben je echt zo macht en zo soepel. Ja. Gewoon qua team en qua handling op dat skip, dat die echt net te leren. Toen hadden we echt het idee, he, we staren weer leuk in. Hoe vaker, ik wil goed ziel de laatste hier. Maar wat zijn twee keer in. Ja, toen maken we echt een klap dat we zijn van, hey, hier, nou hebben we zaken. Ja. Nou hebben we zaken. Ja. Zeg maar. Ja. Nou, dat weet ik zo. Ik praat op een gegeven moment met Douwe daar, dat weer een oplemmer. Ik zei, nou, omdat mijn boordje er tussen niet zit, ik zei, koos hem ik hard van de pink stuurder. Hij zei, ik goed hem al, ik ga net hier met de stuurder. Hij zei, hij rijdt hem zelf wel. Ja. En dat weer in het verliezen weer dat maar het liefste grootste scootje weer. Dat zei, dat weer een van de scootjes onder de wind rook, zeg maar, dan weer er voort. Ja, dat weer nou eigenlijk werd het geval. Best over de scootjes van Jos, dan zit ze echt, maar ze echt op gang komen. En dat is wel een heel verschil ten opzichte van dat kan zijn hoe verschil dat er in die vloot zelf zit als het goedje zijn. Ja, maar gewoon qua trim dan. Qua trim. Zeker. Is het vaak correct? Want eigenlijk ja, de treinwedstrijd zult er wat zijn, want die eerste die van die moage die de rutsketten waren al ontwikkeld waren achter de drachten. Ja. En gewoon het skip niet zo makkelijk en dan komt er een skip op bakboord onder en dan zoals van het begin achter del jongens. We gaan helemaal die street naar onder en dat garotso je met de boei. Nee. Lidt ze maar vleren en dan is je wel letter wel weg. Ja. En dan kwam ze achter del en dan toevallig wies kwam er in een store vlaag en heb de vleren weer omheen. Ja. En dan wie is ze al nog kwijt. Ja, maar dat ben ik de streetjes die je gewoon dan even net omging. Is dat ik, dat was zo dat we in de street naar door, maar we komen wel, want we zitten goed. Het scheelt wel eens makkelijker eerst. Ja, dat bedoel ik. Okay, maar vorig jaar roemden we net makkelijk en toen hebben we op Terhen ik een mooi shield. Alleen ik denk dat we toen of jou al 5 keer in het bakboord of hoe stuurboord van Riesdel gingen litten. En dat je zei van dan kom maar even een keer in en dan kwamen ze net weer in. Nee, dus nee. Het wordt wat kan. Ja, hier is gewoon een bepaalde macht. Ja. Hier is de trog. Ja, dat is wat zo is, dat het skip het zelf doet. Ja. En de trim is goed en dat wierde er echt. Ja. Dus,
Dan pak ik Wil Emmer, waarschijnlijk. Dan kun je hem kampioen worden. Hem spanning om boord. Wel wat. Net heel veel. Vergelijk het met grauw. Hè. Gewoon de eerste wedstrijd. Gewoon is ik altijd een beetje meer een stink van. Ja. En eigenlijk, ik zie het van nou, dit mooi we net met voortgooien. Hè. En stel dat het zo'n eerste dag voortgooit, dan wordt het op de tweede dag wordt het nog meer. Hè. Dus. Ja. Nou, dat was gewoon een super wedstrijd. En, hartstikke leuke start met Akkeren. En hoe betinkt ze het? Zij krijgen hem net bij de kant langs, wij krijgen wol. En we winnen maar Zuidwesthoek niet aan de water met boeien. En voor de rest van alles, daar heb je een grote kluwe achter u. Ja. Ja. Ja, dan is er half Bob Oppelkoor. En ik heb wel gezegd, ja, ik rouw lang heel lang voor. Dat klopte. Maar had je dan zeggen hoe je aan de water Zuidwesthoek en Langwaard? Ja, Langwaard. Nou, hoe vaak dat met het hin weggong en alles en hoe die Malko bezig win. Ja. En wij in nergens last van. En vrije slagen en gewoon royaal ziel op de boeien. Ja, dan kun je gangmaatje en godmaatje. Ja. Dat wil je nog meer. Nee, daar worden de hinnen ook bij de boeieronderingen op een gegeven moment. En dan krijg je wat heel wie vader wiens rekening. En dat wie lui zat er bij elkaar ten opzichte van de voorsten. Zeg maar ja, die hebben alleen maar last van elkaar. Ja. En dan kun je toch alleen maar voor, kun je alleen maar godmaatje. En dus dan. Dan kerst in eigen bijkerstzielen. Nou, en wat ze daar heel goed opvangen op een gegeven moment, dat weer vanuit de industrie waar, dat ze de gigantontje erin gooiden, zeg maar. Hè, daar heeft een fictieve wal. Nou, daar maak je net doorheen en net terugheen. Want dan haast de meeste tanden wat een cruisrekker in. Nou, die tonnen wat naast dan de meeste daarbij. En dat is natuurlijk ook mooi dat ze het op die wijze dat konden vangen. Nou, een fantastisch feest waren ze het jong, maar wel een beetje ingetogen, want je mag nog wel wedstrijden. Ja, we hebben zeker wel even een leuk feestje gebouwd waren ze het jong. En je bent net zielig dat je steeds toontjes en vreet en nou ja, we toch wel even mooi van de fun. Nee, en weet je dat ik dan nooit, ik zie dat zelf, ik dan nooit zo mooi maken in de competitie. Van hè, hoe ga je dit nou overleggen? Ja. Nou, en weet je, dat was wat er gaf. Ja, dat deed ik natuurlijk. Ik heb bij Berend winnen, maar zeg je een hele goede kampioen. Ja, 16,4 hoor, pakkee. Nee, 5. Nou, 16,4. We konden het net exact vinden, maar dat wie het ongeveer. Nou, ik ken Bob bij Abba, want ik zie het toch zelf ook op de scootje. Ja. Toen winnen we op Waars, die winnen we kampioen. Dus dat weet dan ik en heel schoft, wie zo wat vind, waar ik alleen dat Grout op mijn kampioen werd. En ik kwam hier op sectie en heel. Ik op de basis, dat wie in 2000, dus wie traint, waar ik alleen. Spelen dat wel dat record bij hem? Of? Nou, wij willen we wel natuurlijk. Dat we wel een doel van de science van hen, dan maken we dat nou beziekje. Maar ik moet nooit toch, die start, ze wilden het. Alleen maar 2, als je niet ziek, die wint gewoon minder, schuine streep net goed. Ja. En dan kan je er wel alleen maar zeggen van, nou ja, die winstgift er heel erg van, dat wint net goed. Ja. Maar van mij douwt ik nog in een interview zitten. Op snits hebben gewoon een orenkeuze maken dan je oorsmaatje. En dat het net maar focus te maatje, want we winnen echt gefocust. En we winnen echt scherp en we winnen er echt goede resultaten nog zielen. Alleen ja, je wil die nummers 2 net in plaats zitten, je wil dit net, je wil dat net, je wil geen gekkigheden van, ja, wat kom je dan in uit? Ja, in gekkigheden en dingen die je ooit nooit hebt. Dus, ik kwam Gerald Aukers die week naar een busje op volkskip, ik zei, jongen, ik zei, hoe doe je dat in dat korfbal? En ik zei, in die play-off zei je dat ik wil eens, hè? Van dat je zegt van, nou, je staat hier in 1-2-0 voor, en dan was zijn wedstrijd toch, het is oors. Ja. En je bent, de focus, we winnen scherp. Alleen ja, je bent toch op een of andere manier wat met oren ding bezig, of je beziek je wat oors en of met te volle oren randzaken bezig. Dus ja, dat wie net, zaten we het van de bril hier, dan weet ik van tevoren betocht hier. Nou, hier heb ik of jou een keer achter elkaar woon, dus dat wie sowieso lester en het lemmer 2 hebben, nou, hartstikke mooi ophellen en hartstikke mooi shield. Ja. Maar op snits, ja, dat wie gewoon oors. En op een gegeven moment zeg ik dat, en we hebben rom, en toen we achterom beginnen, en toen kwamen we weer wat in het middenveld. Maar nee, dat wie het de minste resultaat. Ja. Ja. Als die 2 weken zou beslist, wie neemt zo goed en er worden minder, of hij hem stappen maken en er worden te weinig stappen maken in de hele ontwikkeling? Ja, dat vind ik moeilijk. Ja, had je het orakel, het scootje orakel van Grauw Freddy van Heijden, zie je 3 weken linies in interview. Nou, zo, dat is gek hier, orakel. Van Grauw is favoriet en op basis van het voorseizoen winnen we dat ding. Maar we hebben vaker nog gewoon dat we dat absoluut net winnen. Nee. En als mijn vrege is van tevoren, nou, de draag niet meer van verwachten. Ja. Huus hem eigenlijk ik.
Nou, Liao, het wie er uiteindelijk wil, maar die ben krijgt net op het podium eindigen. Nee. Maar Heerenveen vond ik een heel positieve verrassing, want die hebben in het voorseizoen toch absoluut net volle jongens. Nee, lang bar. Volgens mij. Ja, helemaal. Ik net bijzonder. Nee. Dus, nee. Maar die heb ik nog een paar leuke dag resultaten halen. Ja. Dus, het zit in hele liedje dingetjes. En, ik denk wel, wij een hele stabiele ploeg. En, voor mij, die man, het was toen 5, dus het zielt al een jontje niet, maar ik hoor dus echt, die hoor ik wel echt net zo vol om mee te vertellen. Aan de andere kant, ja, dat ben behoorlijk goed, is ook wel ploeg. En, weet je wel constanter binnen. En, het moet er dan wel uitkomen. Ja. Nou, dan hebben we de kampioensfeest Freet Jongens in Snitselhorn met een prachtig jubileum. Of we hebben de huldiging daar. Ja, en dat is de neus, hè. Ja, dat is bijzonder. Heel bijzonder. Onbegrijpelijk. Wat een meisje, hè? Echt net al jongens. Zoveel woordjes op een bar. En, ja. En langs de kade. En we zijn nog bij de kade. Oh, je meisje, dat we daar op de helling halen. Ja, dat stond hier ook helemaal vol. Ja, bij de helling halen stond er vol. Hè? Ja, dat is echt net al jongen. En ik voelde meer dan de vorige keer. Ja. En toen kwam die luchtballon naar hoor, dat weet ik wel heel bijzonder. Ik weet net hoe ze dat timed in de tafel. Ik heb geen idee, want het leek wel prachtig. Het leek heel mooi voor de foto. Ja. Maar het leek gewoon hartstikke gezellig. En dat werd de laatste keer de boorste gewoon natuurlijk ik al. En een hartstikke mooi plak. Ja. Ja. En meestal kennen er een met koetsje Shen, die kennen even Shen en alles. En ik vond het weer gezellig en hartstikke leuk. En een superfeest. Ja. Jan, hoe is dat je 12 weken blijft? Die hier, die 14 dagen, die is flint om. Hè? Ik ben elke dag in de hoest af zelf. Ja. En elke dag heb ik een bepaalde tariering. Echt niet de tariering heb van de wedstrijd, heb ik die zelf ook. Voor mij begint 4 uur, 11:12 begint voor mij de wedstrijd. En dan, omdat zelf al het meisje heeft, flint mij de adrenaline lieke goed door de hoed. Ik krijg zelfs echt bediend die mooie meisje op het scootje. En dan begin ik met mijn verhaal en dan praat ik op een gegeven moment met een stukje historie en mijn wedstrijd van juster. Het is een protestwedst en dan hekken ze de oren mee als hoe het maken wordt of hoe het natuurlijk maken wordt. En dat meestal heb ik geen doel hoeveel handwerk dat er al vast zit. Ja, en dan praat ik naar CM Luttenskot en dan hoor ik de fictieve startlijn hoor ik wat in de gaten, dan hoor ik de meesten wat op een hechten. En waarom dat er iemand voorop stiert, en waarom dat achter iemand shot, en waarom dat ze de zwarten in de grond doggen. Nou, en dan daarna begint van mij het wedstrijd. Maar dan moest je dus wel even wat vaker creatief hebben, omdat een soort valse stand. Ja, moet het zo'n team komen. Ja, nee, maar goed, het mooie is, van dat begint elke keer op nee, en op een gegeven moment dan het zo'n commissie die had zien nog ik en dan krijgt die Japaner krijgt er in de boet een omregel. Ja, dan kerst altijd mooi uitlezen en dan dus de harste meesten elke keer harste op een hichte over het hele dwane litten. Ja. En oor zo, goh, vier je dan, ik heb zelfs wedstrijd nog wel altijd zo, dan hebben we de hele middag, we hebben een traaie plaatsjes draaid, dan ben je de hele middag aan het praten met ze. Elke keer had er wat baden en dat is het voordeel van wat ik dacht dan van de meesten, dat ik elke keer dan zeg ik van, nou, ik ken hem wel weer. Ik hoef net in blokjes te praten. En dat, dus ik ken de hele. Dat kost me geen energie. Nee. Ik kom dan ik nooit samen wedstrijd, kom ik maar een soort energie er al. Maar als je nou kon, dan ging ik naar je met de Kotterdel. Ik had er nou een paar. Was het krek net zien, kerst. Even verifiëren. Wat al in de slag is, dan zou ik het heren. Meesten bedanken. Tot morgen. En dan. Op die wijze. Dus ik zag heel positief shock daarin bij Veron. Ja, Egbert Verdij, ja, kampioenschap. Hoe volste? Ja, hoe moet ik het zeggen? 5 of 5 en heel. Wat was een jongen? Ja, moest die een keer hebben. Sandje, Jontje en deze. En 18 is uw dochter geboren. Dus de weekend was zo'n nice seizoen voorbij met de weekend 14 dagen net. Nou, dus die tellen we net mooi. Nee, dus ik een groot kampioen natuurlijk. Daarom. Dus er zit op 5 Walter. Ja. Ja, net al heel mooi. Heerlijk toch? En stof van de week in de krant of hoeveel podium plakken, dat is helemaal. En gewoon op het eindpodium. Wel in 2010 je net op het eindpodium stond. Ja, dat is wel een reeks. Ja. En gewoon een teken van dat je toch wel constant bent. Ja. Ja. Dus ja. Je hebben het ontwerp geweest. We hebben prachtige beelden en prachtige verslagen van hem. Je bent lekker op vakantie. Ja. En dan nooit zo ik nog wat zielen naar. Amateursjongen hebben we nog op. Zegt je in september. Merkensiel, hij heeft mijn valkjes hier altijd nog. Nou, ik denk net dat ik mooi door. En ik denk dat we een Gouden Skipperke hebben. Oh, ja. En hier in Rome is het al. Ja. En ik
denk dat dat dan zo'n beetje is met koetsje ja. Dit hier. Dus een soort ja, verloren, we zijn heel betiert begonnen dit hier. Ja. Dus, de herste, de dooi misschien een beetje mooier, de Friese hoek krijgen. Ja, Friese hoek en Roekepaal. En Roekepaal, ik denk net dat wij daar nog van denken. Maar je weet het net, dat de ploeg compleet is. En, ja. Al mee al een prachtig mooi hier en de winter aasten in oktober, november in en dan 24ste even weer. Ja, weer. Succes, bedankt weer. Ja, ik bedank je. Okay, doei, bedankt. Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij.